Della Pelle Pelvinca, we zijn hier vandaag in Alken. Jullie kwamen met Bokrijk Sport op bezoek hier bij Alken. Topaffiche in eerste provinciaal Limburg. Hoe liep de match voor jullie? Ik denk dat het de eerste helft wat minder was. Maar ik denk dat we de tweede helft zeker terug waren gekomen tot iets beter. En ja, wij krijgen kansen, maken ze niet af. Zij krijgen kansen, maken ze wel af. Mm-hmm. Dat is de pech die we hebben, ja. Denk ik dan. Jullie kwamen hier als leider. Hoe zie je het vervolg in deze competitie? Want het is niet alleen kampioenschap, het zijn ook nog play-offs. Hè? Inderdaad. Ik denk, we staan nog altijd als een van de eerste. De eindrondes, punten worden gehalveerd. Veel verschil is er niet. En dan is het gewoon knokken tot de laatste match. Ja. En dan zien we wel. Jij speelt op het middenveld. Niet gemakkelijk, denk ik, hè? Nee, zeker en vast niet. Het is hard werken, maar... Ja, we hebben nog een heel ploeg rond ontstaan, hè. Dus je moet het zeker niet alleen doen. Ja. En je hebt altijd bij Bokrijk gespeeld? Of, Nee, dat niet. Ik heb vroeger bij Zonhoven gespeeld, dan nog een halve weg. Wolfsdonk was het vorig jaar. Ja. En dan dit jaar mijn eerste jaar in Bokrijk. Ja. En hopelijk de titel halen, denk ik? Ja, daar gaan we zeker voor. Oké, ik dank je. Veel succes ook. Ja, dank u wel.